Welkom bij de uitlegvideo van Flits. Een spel in 3 minuten door de spelletjes vrienden. Dat een kaartspel niet ingewikkeld hoeft te zijn, dat bewijst Flits. Want in Flits ga je proberen of je hand leeg te spelen of als laatste over te blijven. Op het moment dat dat lukt, win je de ronde. En als je 3 rondes gewonnen hebt, dan win je het spel. Je begint Flits met het pakken van 5 kaarten van de stapel. En die 5 kaarten vormen voor alle spelers de hand. Nou, vervolgens begin je met de startspeler en de startspeler legt de eerste kaart neer. En vervolgens ga je in beurtvolgorde allemaal, als je aan de beurt bent, 1 kaart spelen of als je niet kan, passen. Nou, op het moment dat je een kaart speelt, moet of de waarde daarvan hoger zijn, dus deze 43 mag op de 28 liggen. Of je moet ervoor zorgen dat je een kaart speelt waarbij de ster in kleur overeenkomt met eentje die er al ligt. Dus als je bijvoorbeeld deze 23 eerder gespeeld had en je speelt er vervolgens deze 4 op, dan mag dat omdat de 4 eenzelfde kleurster heeft als het nummer 23. Daarnaast heb je nog een speciale jokerkaart, dat is deze kaart. En op deze kaart mogen alleen kaarten komen te liggen waarop een ster zichtbaar is. Ze mag er niet de kaart op leggen zonder ster, maar zou ik bijvoorbeeld deze kaart op neer kunnen leggen omdat deze overeenkomt. Nou, je speelt dus zo rondom de tafel telkens 1 kaart spelend. Je vult je hand niet aan met de stapel, dus je moet het echt met die 5 kaarten doen. En op het moment dat je niet kan, dan pas je dus. En op het moment dat je past, is de volgende speler aan de beurt. En als iedereen gepast is, behalve 1 speler, dan wint die speler de ronde. Mocht het nou zo zijn dat niemand meer een kaart kan spelen of iedereen heeft de laatste kaart gespeeld, dan wint degene die de laatste kaart heeft opgelegd die ronde. Nou, degene die de ronde gewonnen heeft, die vult vervolgens de kaarten aan in zijn hand tot 5 kaarten. Alle andere spelers mogen eventueel nog kaarten afleggen en vullen vervolgens de hand aan tot 5 kaarten. En op het moment dat dat gebeurd is, begint een nieuwe ronde waarbij de startspeler de eerste kaart neerlegt. En op het moment dat iemand 3 rondes gewonnen heeft, wint die speler het spel. En dat is alles wat je nodig hebt om Flits te kunnen spelen. Mocht je nou nog vragen hebben, laat het zeker even hieronder weten. Bedankt voor het kijken van deze video en heel graag tot de volgende! Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want dan worden wij blij van. Yay! Wij sparen abonnees, wist je dat? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. Ja. Alvast welkom. Ja, dat zou echt leuk zijn.